ik volgde een discipelschapstraining. Ik was al terug. En de eerste les ging over wandelen in de geest. En ik weet nog, ik woonde nog hier bij de zusters. En er waren een paar mensen hier in huis die eigenlijk begeleiding nodig hadden. En dat was er eigenlijk niet echt. En nou ja, ik had gezegd, ik had wel aardig wat ervaring opgedaan in de jaren in Jeruzalem. Ik wil dat wel voor zover mogelijk begeleiden. En toen kwam er iemand. Maar zelf liep ik een beetje op mijn laatste benen. En ik had een hele kleine kamer. Ik had het gevoel van, ik heb ruimte nodig in alles. Zowel fysiek als geestelijk. En ik, nou ja. En toen kwam er dus een nieuwe persoon binnen. Die kwam bij de voordeur. En ik had de kamer gezellig gemaakt, een bloemetje neergezet, een mooie tekst. En ze belde aan. En ik voel het nog hoe dat ging. Ze kwam eraan en ik had het gevoel dat ze het hele huis in één keer innam. En ik dacht, oh nee. En mijn eerste reactie was om haar eigenlijk op haar plaats te zetten. Zo van, ja, ik breng je wel naar je kamer. Nee, de rest van het huis, dat komt later wel. Want ze begon al in die kamer en die kamer en die kamer. En ik dacht, oh. En dus ik wilde eigenlijk zeggen zo van, nee joh. En ineens hoorde ik dat stemmetje. Nee, Jelina, dat is niet van mij. En ik weet nog dat ik het ingeslikt heb. En dat ik haar op een vriendelijke manier naar haar kamer gebracht heb. En een paar dagen later, of een paar weken later, we aten met elkaar, met z'n drieën, één of twee keer in de week, 's avonds. En ik had net een, ik weet niet meer of het een stilteweekend geweest was, ik denk het, of een rouwverwerking, één van de twee. En de Heer had iets heel bijzonders gedaan daar. En ik was er nog helemaal van onder de indruk. En die twee meiden die vroegen op een gegeven ogenblik, wil je iets vertellen van het afgelopen weekend? Hoe was dat? En ik vertelde dat. Ik begon te vertellen, zonder namen natuurlijk, maar situaties. En het trof mezelf weer zo, dat ik eigenlijk helemaal ontroerd ervan werd. Van Gods liefde die daar zo doorgespeeld had. En toen deze ene persoon, die zat tegenover mij en die begon te huilen. Toen zeg ik, waarom huil je? Zegt ze, zoveel liefde, dat kan ik niet aan. En van daaruit begon er eigenlijk heel voorzichtig een relatie te ontstaan. En kon er wat opgebouwd worden. En ik dacht, oh Heer, als ik niet geluisterd had, dan had ik in één keer de hele deur dichtgeklapt. Nou ja, dat was een verhaal wat ik helemaal niet van plan was om te vertellen. Maar ik dacht, ja, dat is een goede illustratie, denk ik. Van. En om heel eerlijk te zijn, zou ik willen dat ik die momenten toch wel vaker had. En dank je wel, ik vind het heel erg fijn om hier te zijn. Het voelt zo goed. En ja, de geest is gewoon aanwezig. En toen je me vroeg, Annemarie, was mijn eerste, heb je niet gemerkt, maar ik aarzelde heel even van, zal ik het wel doen? Want eigenlijk heb ik best wel heel veel op het moment. Maar toen dacht ik ineens van, ja, maar als ik een getuigenis kan geven, dan eer ik God ermee. Maar dat betekent ook dat ik over mijn eigen leven terugkijk en al die dingen die God gedaan heeft, mag benoemen. En dat bouwt mezelf op. En ik hoop dat het jullie ook opbouwt. Nou, een getuigenis is geen bijbelstudie. Die krijg je dan ook niet. Maar de Bijbel ligt er wel aan de grondslag. Laat ik dan maar beginnen met even iets over mezelf te vertellen. Ik ben geboren in een gezin van 10 kinderen. Ik was het 8e kind na 6 jongens. Daarboven zat nog een meisje. En in een gezin, harmonieus gezin. We gingen naar de kerk, gereformeerd. Werd uit de Bijbel gelezen bij elke maaltijd. En ik werd opgevoed daarin. Maar zoals ja, toch wel veel mensen, denk ik, die in de kerk opgroeien, leerde ik niet dat je ook een persoonlijke relatie met God kon hebben. Ik geloofde de Bijbel en ik wilde ook echt leven uit de Bijbel. En ik ging zelfs naar Afrika op een gegeven ogenblik, een paar jaar naar een zendingsziekenhuis, zonder echt een relatie met de Heer te hebben. Maar ik dacht, ja, ik ben christen, dan doe je toch wat voor je medemens. De Heer heeft het wel gebruikt hoor, maar maar goed, ik kwam terug en
Ik was een paar jaar in Arnhem aan het werken en toen verhuisde ik naar Groningen. En ik ben altijd alleen geweest. Een periode gehad toen ik in Arnhem zat, dat ik er best even moeilijk mee had. En toen heb ik ook echt geleerd hoe belangrijk het is om vrienden te hebben. Waar je gewoon thuis bent. En die, ja, die een klankbord voor je willen zijn. Een klankbord had ik heel hard nodig. En goed, ik verhuisde naar Groningen en kreeg een nieuwe vriendin daar. En ik had een hele fijne baan. Maar ik wilde eigenlijk weer naar het buitenland. Naar Ethiopië gesolliciteerd, naar Kenia, naar Lesotho. Maar allemaal sprongen ze op het laatste moment af. En toen, op een gegeven moment, ik merkte dat die vriendin van mij, die was toch wel een andere christen als ik. Ik dacht, dat is toch anders als dat ik de Heer ken. Als ik nou die vrienden van haar ontmoette en dan zei ik, wat gaan jullie doen? Ze zaten aan het eind van hun studie. Dan zeiden ze van, nou, dat weet ik nog niet. Ik ben er nog over aan het bidden. Of de Heer laat me dit of dat zien. En dan dacht ik bij mezelf, nou, ja, wel leuk, maar toch wel vreemd. Zo ken ik het niet. Fijn. Op een gegeven ogenblik pakte de Heer mij in mijn kraag via een conferentie met Henk Binnendijk. En ik kwam terug thuis en ik voelde me in zo'n diep gat vallen. Ik dacht, Heer, het is maar één die ik wil. En dat bent u. En dat veranderde alles. Dat was 1 januari 1980. Dus een datum om nooit meer te vergeten. En toen eigenlijk vrij snel daarna, er ging een paar jaar overheen en er gebeurde van alles. En toen werd ik op een morgen wakker met de tekst Troost, troost mijn volk in mijn hoofd. Ik denk, dat is raar. Ik wist dat het in Jesaja 40 stond en dat het over Israël ging. Maar ik had het helemaal niet gehoord of gelezen of wat dan ook in die tijd. Ik ging naar mijn werk en ik vergat het. Volgende morgen, hetzelfde. Dit was de eerste gedachte in mijn hoofd. Troost, troost mijn volk. Ik denk, oh, was gisteren ook zo. Ik ging naar mijn werk en ik vergat het weer. Dag nummer 3. Hetzelfde. Troost, troost mijn volk. Ik denk, oh. Dag 4, dag 5, dag 6, dag 7. En toen drong het op mij door. Oh, het lijkt wel alsof God probeert iets te zeggen. Toen ben ik op zoek gegaan en bevestigingen gezocht. En uiteindelijk ben ik via de NEM, de Near East Ministry, ik weet niet of jullie dat iets zegt, is een organisatie in Voorthuizen die zowel onder Arabische mensen als Joden werkt in het Midden-Oosten. En zodoende ben ik naar Jeruzalem gegaan. Jeruzalem is een stad waar veel van je gevraagd wordt en waar altijd spanning is. Never a dull moment is een standaard uitdrukking. Geen moment dat je je verveelt. Zitten en stil zijn is dan ook zo belangrijk. De mooie kant is dat ook mogelijk is. In Jeruzalem is Shabbat nog altijd een rustdag. Als je er bent, vrijdagmiddag, alle terrasjes in de straten vol. En tegen de avond, dan trekt iedereen naar huis. En als de zon onder is, dan is het stil en je kunt een kanon door de straten afschieten. En dat is eigenlijk fantastisch. Want de maatschappij is daarop ingesteld. In Jeruzalem, maar niet in alle andere steden. En dat hielp mij heel erg. Want ik merkte dat het ontzettend belangrijk was om die ene dag per week echt stil te zijn. Echt op de Heer te wachten. Ik zei al, ik ben nogal... Nee, dat zei ik geloof ik nog niet. Ik ben al een doener. Ik heb mijn papier, maar ik kijk er niet naar. Dus zoals je weet. En ik vind het soms lastig om te stoppen. Maar God kent ons zo goed. Niet alleen mij, maar ook de mensheid. Hij heeft ons geschapen. En weet je wat zo bijzonder is? God schept de mens op de zesde dag. Dat is zijn zesde werkdag. De mens komt het leven op de eerste rustdag. Het leven van de mens begint bij de rust, als God gewerkt heeft. En is dat ook niet zo als je denkt aan Jezus? Hij heeft het werk gedaan. Hij is de verlosser. En wij beginnen pas te leven als we dat beseffen.
ze zijn verlossing, zijn werk tot ons nemen. Jezus zegt ook niet voor niks. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat is waar we moeten beginnen. En daar wil hij beginnen om ons te onderwijzen. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Nederig. Jezus is nederig in wat hij ons wil leren. En dat vind ik elke keer weer zo'n wonder om te bedenken. Als ik dan terugkijk over die jaren op het veld, dan zie ik steeds weer dat vanuit die rust God steeds leiding gaf. Die rustdag in de week was heel nodig. Maar ik had echt het idee van, nou, dat heb ik sowieso nodig. Maar daarnaast ervoer ik echt dat ik gewoon, ja, toch meer tijd nodig had. Zo af en toe gewoon een paar dagen de stilte in. Om God weer te zoeken, om aan Jezus voeten te zijn. Maar soms ook om hele moeilijke beslissingen te nemen. En een van die beslissingen was op een gegeven ogenblik, de golfoorlog was geweest en het was zwaar geweest. En daarnaast had ik persoonlijk nog wat meegemaakt wat ik heel moeilijk vond. Een relatie waar ik op gehoopt had, die niet doorging. En ik had echt zoiets van, Heer, ik ben mijn visie een beetje kwijt om hier te zijn. Ik heb echt een nieuwe visie nodig. En dat gaf de Heer. Heel bijzonder. In een paar stille dagen. En toen, de week daarna, een telefoontje van mijn moeder uit Nederland. Mijn ouders waren oud al. Mijn moeder was praktisch blind en liep heel slecht. Maar mijn vader was fit en samen redden ze het heel goed. Maar goed, toen was mijn vader ziek. Hij had een ernstige ischias, kon niet op of neer. En mijn moeder kon zich eigenlijk niet redden. Dus vroeg ze van, Jolien, zou je thuis willen komen als we je nodig hebben? Maar wat ze in feite vroeg was, zou je nu thuis willen komen? En ik dacht, Heer, dit kan toch niet? Ik denk, hier heb ik echt een duidelijk antwoord voor nodig. En ik ben weer naar mijn stille plekje gegaan. Ik had een gastenverblijf bij evangelische Jezusbroeders. Ergens tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Met prachtige uitzichten. Ik denk, ik moet maar weer terug. En ik zeg, hier, wat moet ik hiermee? En ik werd heel erg bepaald bij Psalm 25. En Psalm 25 gaat over wegen en paden waar de Heer ons op leidt. En ik stond 's morgens heel vroeg op een hoogte en ik keek uit over de vlakte van Ayalon, waar Jozua zijn strijd streed. En ik moest zo denken aan dit woord. Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Het gaat over de man die de Heere vreest. De weg, het pad, dat waren de woorden die me steeds naar boven kwamen in Psalm 25. Toen denk ik, hier, maar hoe dan? En ik stond boven op een verhoging en ik keek over het veld heen en ik zag daar een pad lopen. En mijn ogen werden daar steeds weer naartoe getrokken. En op een gegeven moment zeg ik, Heer, probeer u iets te zeggen. En het is zo bijzonder hoe de Heer dingen kan aanwijzen. Soms zomaar een woord uit de Bijbel. Maar soms met zo'n duidelijke indruk. Dat je gewoon weet dat niemand je eraf kan praten. En zegt van, dit is wat de Heer zegt. En ik zag dat een weg in het veld. Maar een zijweg die eraf ging en een eindje verderop weer terugkwam. En de Heer die liet me zien. Die weg, dat is jouw leven in Israël. Maar die zijweg, die komt nog. Dat is dat je naar je ouders moet om ze te helpen. En je komt weer terug. Maar het is nu nog niet. Dus ik ging terug naar mijn huis in Jeruzalem. En ik belde mijn moeder. Ik zei, mam, ik ben bereid om te komen. Maar ik heb erover gebeden. Of ik weet niet meer precies hoe ik het gezegd heb. Ik geloof dat het nu niet de tijd is. Ik geloof als ik het nu zou komen, dat het voor ons allebei wel eens een ramp kon worden. Ik had niet zo'n goede relatie met mijn moeder.
Of ik had geen, niet veel relatie met mijn moeder, laat ik zo zeggen. Ik had geen slechte relatie, maar ik had eigenlijk weinig relatie. Zeg, als ik nu zou komen, geloof ik niet dat het goed gaat. Maar ik weet dat er nog een tijd komt. Maar wanneer weet ik niet. Het was 7 jaar later dat de Heer me heimwee gaf, wat ik nooit van mijn leven gehad had. En daarmee begon hij eigenlijk te laten zien dat mijn weg naar Nederland voorbereid was. En daarin heeft hij ontzettend veel bevestigingen gegeven. En die had ik nodig. En dat was ook een van die dingen die ik zo geleerd heb. Als God je echt iets moeilijks vraagt, dan mag je bevestigingen vragen. Als je van harte van plan bent om te doen wat hij vraagt, dan hoef je echt niet met 1 aanwijzing genoegen te nemen. Want als het moeilijk wordt, moet je stand kunnen houden. En dan moet je zeker weten, maar dit is wat God wil. En die bevestigingen heb ik echt heel veel gehad. Maar die 2 jaar dat ik bij mijn ouders geweest ben of in de buurt, waren ook niet makkelijk. Maar ik kon stand houden. Omdat God in de stilte me duidelijk had laten zien wat zijn weg was. En ik kon gaan wandelen en daarin wandelen. God is trouw. En dat is eigenlijk mijn slotsom. Wandelen en stand houden. In Efeze 2 vers 10 staat, want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En dan kun je alleen maar achterkomen als je stil bent en naar hem wilt luisteren. En toch, eigenlijk is dat werk niet het allerbelangrijkste. Hij kan daar uiteindelijk ook nog wel iemand anders voor gebruiken. Doordat we veel alleen moeten. Wacht even hoor. Wat hij werkelijk voor ogen heeft, is onze karaktervorming. Dat wij uiteindelijk gevormd worden naar het beeld van Jezus. Dat is wat hem voor ogen staat. En als hij ons zendt, is dat ja, om de ander te bereiken, maar zeker ook om ons te vormen. Daar is het hem om te doen. En dat kan soms pijnlijk zijn. Vooral voor alleenstaanden. Doordat we veel alleen moeten, kunnen we erg onafhankelijk worden. Ik wel tenminste. Misschien werkt het ook wel eens de andere kant om. En we worden gewoonlijk weinig gecorrigeerd. Nou had ik het geluk, of het ongeluk, hoe je het me noemen wilt, dat ik meestal met 2 of 3 mensen samenwoonde in Jeruzalem. En dat vormt je en slijpt je ook wel. Maar als het niet zo is, word je toch wel weinig geslepen in je karakter. Ik kwam mezelf behoorlijk tegen in die 2 jaar dat ik bij mijn ouders was. Maar het was wel Gods manier om mij te vormen. En daar is hij nog steeds mee bezig. En hoe? De laatste paar weken ga ik door iets heen. Ik ben ervan geschrokken dat er zulke kanten aan mij zitten. Maar ik ben heel dankbaar voor vrienden die je durven laten zien wat er niet goed is. Pijnlijk voor hen en pijnlijk voor mij. Maar dit proces blijft doorgaan tot Jezus komt. Dan pas zullen we onberispelijk zijn, zegt zijn woord. Dus ik denk ook, als het dan over alleengaande hebben, zou ik jullie zo willen aanraden, zoek een vriendin of echtpaar of wat dan ook, met wie je echt een goed geestelijk contact hebt. En wees zo'n vriendin. Vandaag had ik apart gezet om me voor te bereiden voor deze avond. En daarbij herinnerde ik me het boekje van Andrew Murray. Ik zocht eigenlijk het boekje over ons onderwerp, zitten, wandelen, standhouden, kon ik zo gaan niet vinden. Maar ik kreeg het boekje Het Gebedsleven in handen. Ik heb gezien dat jullie het hier ook hebben liggen. Het was lang geleden dat ik het ingekeken had. En het raakte me opnieuw heel diep. Uiteindelijk kan een ander je niet veranderen. En dat kun je zelf ook niet. Maar Jezus heeft daar alles voor over gehad om onze dood te sterven, zodat wij zijn leven mogen leven. En daar gaat het om.